Fernandes Bakkerij NV is begin dit jaar gestart met haar Beter met Bruin campagne. In het kader hiervan heeft het bedrijf op zaterdag 13 juli een mini pop-up beurs georganiseerd. Volgens Koert van Essen, directeur van Fernandes Bakkerij, had de pop-up beurs een educatief tintje. De bedoeling was namelijk vooral de jeugd te interesseren in het eten van bruin brood. De beurs was een geweldig succes, zegt de directeur. Volgens hem is het dubbele aantal aan bezoekers gehaald dan de vorige beurzen. Van Essen vertelt waarom bruin brood belangrijk is. We zien nog steeds dat er in Suriname veel wit brood gegeten wordt. En bruin brood heeft natuurlijk veel meer mineralen, veel meer vezels. Dus het is ook beter voor de spijsvertering. En veel meer vitamines. Dus het is natuurlijk veel gezonder dan wit brood. En vanaf vorig jaar al hebben we dit ingestoken. En ja, we vinden het belangrijk dat onze bevolking een gezonde levensstijl op nahoudt. En daar hoort een gezonde, gebalanceerde voeding bij. Een gezonde bevolking levert uiteindelijk een gezonde en ja, hopelijk ook nog een welvarende economie op. Dus het is erg belangrijk dat we dit doen, denken we, om eigenlijk het educatief karakter erachter, om dat verder te ondersteunen. Van Essen zegt verder dat behalve de pop-up beurzen Fernandes Bakkerij vanaf het vorig jaar ook naar scholen is geweest. Ze deden dit vooral om de jongeren in een vroeg stadium te laten wennen aan bruin brood. En bij die scholen hebben we hebben we eigenlijk bijgebracht de voedselpyramide. Wat moet je dagelijks eten? Wat is belangrijk? Behalve brood, fruit, vlees, vis. En dat hebben we spelenderwijs hebben we dat bijgebracht. En dat heeft gewerkt. En voor de rest hebben we ze ook nog leuke kleurkaarten meegegeven, waar we ze door een spelende manier, wel met educatie als referentiekader, dat ze daar op die manier dichter bij bruin brood kwamen eigenlijk. Dus dat hebben we gepoogd op die manier. We hebben ze ook allemaal een boterham gegeven. We hebben broodbakjes verstrekt. En we hebben ze ook allemaal een bruin brood gratis meegegeven naar huis. Zodat ze dat mee konden nemen en hun ouders konden educaten en opvoeden om te zeggen van hé, we hebben dit vandaag gehad, we hebben leuke spelletjes gedaan en dit zijn de voordelen van bruin brood. En we proberen dus via beide zijdes, zowel de jeugd als de ouders, een beetje kruisverstuiving te laten plaatsvinden. Tot zover Koert van Essen, directeur van Fernandes Bakkerij NV. Hij sprak met onze nieuwsdienst over de Beter met Bruin campagne van 2019. Fernandes wil met deze campagne het gebruik van bruin brood promoten. De volgende pop-up beurs is in Komowijnen.